Hoi, potverdikkie. Nou ja, dankjewel. Ja, dan moeten we helaas toch gewoon verder met de vergadering als er verder geen op- of aanmerkingen zijn. Want dan komen we echt alweer aan bij het vragenrecht voor de raadsleden. En ik zou graag als eerste het woord willen geven aan Jan Vogels van de fractie van de lokale realisten. Ga uw gang. Dankjewel, voorzitter. Voorzitter, ongeveer een jaar geleden motie voorgelegd in zaken de visvijver. Onderhoud, achterstallig onderhoud, etcetera, etcetera. Kanten die verslechteren. Ik hoef de situatie hier niet uit te leggen. Naar vernomen van betrokkenen rond de visvijver en de visclub is het onderzoek wat de wethouder had toegezegd afgerond. Mijn vraag is tweeledig. Is het onderzoek klaar? Zo nee, wanneer wel? En B, wanneer het onderzoek wel klaar is, wanneer kan de raad een plan van aanpak verwachten? En reserveert de wethouder budget hiervoor in de begroting 2018? Dank u wel. Dank u wel. Als het goed is, hebben we hiervoor wethouder Van Ekstel gevonden. En ze is onderweg. Dank u wel, voorzitter. Dat klopt. We hebben een zeer uitgebreid onderzoek laten plaatsvinden, omdat er toch wel... In eerste instantie dachten van het is misschien wat snel op te lossen, maar daar bleek dus door het onderzoek niet. Het onderzoek op uw vragen te antwoorden, het onderzoek is afgerond. En wij zijn op dit moment bezig om een voorstel voor te bereiden voor het college. En dat hopen we binnen een paar weken te hebben en dan aan u zeg maar aan te bieden. Dat zal niet voor de begroting zijn, dat zal na de begroting zijn. Maar in ieder geval zullen de kosten dan ook in beeld zijn en zal aan uw raad voorgelegd worden om daar dan een beslissing over te nemen. En hiervan is ook de visclub van op de hoogte gesteld, dus zij weten hiervan. En er zal ook binnenkort met hen een gesprek plaatsvinden. Zijn er nog aanvullende vragen dan wel opmerkingen naar aanleiding van deze beantwoording? Dat lijkt niet het geval. Dan...